Ja, cola. Vroeger deden ze dat met bier. Ja, mag tegenwoordig niet meer. De introductiecommissie van de Universiteit van Eindhoven besloot tot minder alcoholconsumptie. Doordat de basisbeurs onder druk staat en studenten minder lang recht hebben op een OV-studentenkaart, zouden ze steeds serieuzer met de studie bezig zijn. Serieus? Serieus. Nou, daar heb ik niks van gemerkt of gehoord. Dus, We proberen vandaag en morgen het alcoholgebruik een beetje te minderen eigenlijk. Er is vandaag en morgen overdag sowieso geen alcohol toegestaan, pas 's avonds. Wat vinden we daarvan? Ja, slecht. Maar het komt straks wel goed hoor. We beginnen vanavond wel met een kleine borrel, want de opening is natuurlijk wel een feestelijk iets. De eerste twee dagen hebben volgens de introductiecommissie meer inhoud dan voorheen. Studenten krijgen een rondleiding langs belangrijke plekken op de campus en veel uitleg over de studie. Als je iets niet snapt, dan kan je hier eens een formuletje of een stukje uitleg bij zoeken. En gaan we het dan ook binnen 4 jaar halen of nemen we het niet zo nauw? Nou, dat hoop ik wel. Ik denk dat het wel gaat lukken. Binnen die 3 jaar denk ik toch, of niet? Oh ja, 3 jaar toch. Gewoon netjes binnen de tijd. En natuurlijk zijn er altijd studenten die maling hebben aan het nieuwe beleid. Introductieweek is gewoon een groot feest. Daar moet je ook vooral niet iets anders van willen maken, want ja, anders ga je maar naar een open dag of zo.